De geschiedenis heeft zich herhaald. De wedstrijd na het winnen van de periodetitel zijn altijd de moeilijkste om te winnen. En die wet geldt nu ook voor Waasland-Beveren. 2-6, dat is de balans na de thuiswedstrijd tegen Brussels en de uitwedstrijd op Wetteren. Toch is er van een moreel dipje geen sprake. Er is geen decompressie. Wie de wedstrijden gezien heeft tegen Brussels en op Wetteren hebben wij 20 kansen gekregen. We hebben ze gewoon niet afgemaakt. Voor hetzelfde geld winnen wij die 2 wedstrijden. Dan zegt iedereen dat wij op onze elan doorgaan. Alleen hebben wij niet gekregen wat we verdienden. En iedereen kijkt nu statistisch naar het klassement en ziet dan van ja, we hebben maar 2 punten gehaald na de periodetitel. Maar allez, ik bedoel, dit is flauwekul. Zaterdag zal het allerminst flauwekul zijn, want dan komt leider Oostende op bezoek op de Freetiel. De kustjongens werden al vroeg uit de beker geknikkerd, maar verloren in de competitie nog maar 3 keer. Oostende is een stevig geheel met veel kwaliteit ook voorin. Met een snelle omschakeling, het zit goed in elkaar. Dus, langs de ene kant kan dat een hele boeiende partij worden, langs de andere kant dat ook een hele gesloten wedstrijd worden. Misschien op tactisch vlak dan voor de echte kenners om duimen en vingers af te likken, maar misschien voor de neutrale toeschouwer of de echte supporters dan niet zo interessant. Maar ik denk dat het belangrijk is voor iedereen dat wij opnieuw een goede prestatie neerzetten en liefst met winst. Wie zaterdag extra gemotiveerd aan de aftrap zal verschijnen is Jan Mazureel. De Bruggeling werd 4 seizoenen geleden door zijn toenmalige club Cercle Brugge een jaartje uitgeleend aan Oostende. Wel, het is een club, eigenlijk wel een leuke ploeg om te spelen. Nu, dat jaar dat ik daar was, hebben we het eigenlijk wel niet zo goed gedaan, maar toch was de sfeer eigenlijk heel goed. Maar ik denk dat er ook wel altijd iets aan de hand is daar. En soms willen ze misschien wel wat meer dan dat ze... Of zijn de ambities wat hoger dan eigenlijk het potentieel. Maar ik denk van de jaren, ze staan de eerste. Dus zullen ze dat ook wel verdiend hebben om daar te staan. Oostende won dit seizoen al 9 keer. En is dus de 4e leider in de X-Key League met 27 punten. Opvallend is wel dat KVO slechts 19 keer scoorde en ook makkelijk goals slikt. Gregory Del Warte moest zich al 15 keer omdraaien, terwijl Klepkes nog maar 6 doelpunten incasseerde. Periodekampioen Waasland-Beveren staat op de 2e plaats met 25 punten en heeft 1 punt meer dan Oud-Heverlee Leuven en 2 punten meer dan Lommel United. Hekkensluiter in tweede nationale is Doornik met amper 3 punten. Wie zaterdag moet toekijken vanuit de tribune is Christophe Snelders. Hij raakte zondag in Wetteren geblesseerd en kreeg dinsdag het harde verdict. Spierscheur van 4 centimeter in het bovenbeen en 4 tot 6 weken in activiteit. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat valt nooit niet op de juiste moment, maar het is nu wel heel pijnlijk. Als je weet dat wij nu zaterdag de topper spelen tegen Oostende. En dan woensdag die wedstrijd op Cercle Brugge, helemaal, daar heb ik wel naar uitgekeken. En plus ja, er zijn nog een aantal wedstrijden bij die leuk kunnen zijn en die ik dan spijtig genoeg zal moeten missen. En ook Steven Jacobs is er zaterdag niet bij. Hij is geschorst na zijn rode kaart op Wetteren. Het wordt dus puzzelen voor Dirk Geraert om de posities van Snelders en Jacobs in te vullen. Ik heb de laatste tijd al zoveel plannetjes in mijn kop moeten hebben. Omdat er altijd wel iemand wegvalt of geschorst is of gekwetst is. Maar ik moet daar nog een keer goed over nadenken. Je hebt nog geen concrete namen in gedachten? Ja, je hebt altijd concrete namen. Alleen is het probleem op dit ogenblik dat er jongens zijn die langzamerhand kunnen terugkeren, maar die nog maar 1 wedstrijd in de benen hebben. Of een halve wedstrijd bij de beloften. En de jongens die dan wel fit zijn, die kunnen niet ingezet worden op de plaatsen voor de jongens die dan eruit vallen. Zaterdag zullen we zien wat het denkwerk van Geraert heeft opgeleverd. Waasland-Beveren, KV Oostende. Zaterdag om 8:00 op de Freetiel. Bonjour, je m'appelle Michael Klepkens, 24 ans, gardien de Waasland-Beveren. Ben, mon point fort, je pense que c'est le réflexe, et mon point faible, c'est encore mon pied gauche à soigner. C'est une très bonne fusion pour le moment. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters, et on forme un groupe et ça se voit sur le terrain.
position. C'est les 10 premières places au début de la saison. Maintenant, on est très haut dans le classement. Espérons que ça va continuer.